wethouder van Meerlo nogal zorgelijk dat op zijn zachtst gezegd buitensporig veel geld van de WMO in zakken van bepaalde zorgondernemers verdwijnt. Ja, wat ik belangrijk vind is dat zorggeld ook aan de zorg besteed moet worden. Dat is voor ons het belangrijkste en daarmee is uw conclusie denk ik terecht. Maar wat gaat u eraan doen? Nou, we hebben heel veel stappen ondernomen naar aanleiding van het onderzoek van de sociale recherche. Dat eind december beschikbaar is gekomen. Een van de stappen die we al eerder hebben gezet, en ik noem ze allemaal graag even voor u op, dat is dat we bij de inkoopprocedure in oktober vorig jaar al hebben besloten geen contract meer voor de reguliere WMO-zorg aan het betreffende zorgbureau. Om daar geen contract meer mee af te sluiten. Daarnaast, rondom het onderzoeksrapport dat recent is verschenen, hebben wij besloten om de subsidie voor beschermd wonen, dat is een ander onderdeel van de WMO, om die voor 2019 niet meer te verstrekken aan het betreffende bedrijf. En tegelijkertijd, en dat is ook recent in andere media verschenen, heb ik aangifte van zorgfraude gedaan. Ja. Ik ben nu gewoon aan het kijken welke juridische mogelijkheden ik allemaal heb. Om ook te kijken wat we met gelden van voorgaande jaren, die dus niet aan de zorg zijn besteed, hoe ik die terug kan krijgen. Maar bovenal, en dat vind ik wel belangrijk om te melden, hè, want we focussen nu op de financiën, maar het gaat natuurlijk om zorg van cliënten. Hè, het gaat om kwetsbare cliënten en die hebben zorg nodig. En we zijn nu aan het kijken hoe we voor die mensen een passende oplossing kunnen bieden bij andere zorgbureaus. Nou, maar nu hebt u hoeveel rechercheurs in het sociaal recherche team? Nou, we hebben een sociale recherche Twente. En even uit mijn hoofd werken daar ongeveer 3,5 FTE specifiek op toezicht in het sociaal domein. En we hebben bewust, omdat dit een hele belangrijke zaak is natuurlijk, hè, ook om te kijken. Hier moet gewoon ook controle op zijn. We hebben ook eind vorig jaar besloten om de capaciteit van de sociale recherche uit te breiden, ook specifiek voor Almelo. En daar is 2,5 FTE in ieder geval bijgekomen. Ja. Nou, in ieder geval Anahit, Victorie en Take Care noem ik even. Zijn die er nog bij? Nou, ik wil liever niet op individuele casussen ingaan. Wat ik in ieder geval wel kan melden is dat we vorig jaar een preventief onderzoek zijn gestart naar alle organisaties die beschermd wonen in ons verzorgingsgebied en onze subregio, zoals dat zo mooi heet, leveren. En die liggen allemaal onder de loep. En dat wil niet zeggen dat overal wat aan de hand is. Hè. Dat kan het niet uitsluiten, maar we moeten daar gewoon zorgvuldig mee omgaan. Dus er lopen allerlei onderzoeken.